Welkom bij de vierde uitzending van Nacho Vlogs. Vandaag gaan wij de transfers, de meest recente transfers en statistieken bespreken van het nationale elftal van Suriname. En de voorselectie die inmiddels bekend is, gaan wij ook uitvoerig bespreken. Samen met Clyde Maringo, de Nacho-kenner. Welkom Clyde, hoe is het man? Ja, goed. Hoe is het met jou? Met deze warme weekend, wat Nederland ons aanbiedt. Zo, we hebben een hele goede zomer hier al zeker. Het is lekker. Ik geniet ervan. Heerlijk. Mooi. Yes. Hey, we hebben weer wat updates natuurlijk. Laten we beginnen met de statistieken eigenlijk. Meest recente transfers en statistieken. Er zijn heel veel natural spelers die transfers hebben gemaakt in de transferperiode die inmiddels vrijwel overal gesloten is. En als ik de meest recente mag opnoemen, heb ik het over Florian Josefsson, Jeredy Hilterman en Javan Anderson. Daar komen we straks op. Maar we beginnen dus met Josefsson. Die is eindelijk weer te bewonderen in de Eredivisie in Nederland. Ja. Bij RKC. En hij doet het heel goed. Vertel eens wat over zijn statistieken. En wat weet je ervan, Clyde? Wat ik tot nu toe weet, en dat zeg ik uit mijn hoofd, dat hij 4 wedstrijden heeft. 1 doelpunt en 2 assist. Vandaag tegen Excelsior gespeeld met 5-2 gewonnen. Zo. Heeft een hele sterke comeback, ook voor de leeftijd van 31 jaar. Wat ik tot nu toe heb gezien, is toch wel bijzonder zwaardig. Vooral, ik weet niet van welk niveau, uit Frankrijk, sorry. Hij is gekomen, ik denk tweede divisie uit Frankrijk. Tweede niveau, klopt. En terug naar de Eredivisie. Is toch wel aanpoten qua niveau, qua tempo. Maar wat ik tot nu toe heb gezien, staat wel een stukje ervaring uit. En hij is gewoon heel effectief. Maar ik denk dat naarmate je ouder wordt, ook dat soort eigenschappen meer naar voren komen. En het is wel één. Als hij dit doortrekt bij de Eredivisie, kan hij wel een belangrijke rol spelen voor Nacho. Hij is ook uitgekomen op de 10-positie, wat ik zag. Dat was tegen Vitesse, als ik het goed heb begrepen. En hij heeft nummer 10 ook, die draagt hij op zijn rug. Ja, dus ik vind het. Dat geeft wel opties voor meer voor een Nacho. En het smaakt naar meer. Ik ben benieuwd hoe hij dit seizoen. Wat hij allemaal gaat waarmaken. Ja, het is in ieder geval fijn dat hij van dichtbij weer te bekijken is. Hij heeft zichzelf al heel snel in de basis gespeeld. Ja. Dus we houden hem gewoon in de gaten. Maar dan wil ik meteen doorschakelen naar Jeredy Hilterman. Was een tijdje op een dood spoor. Heeft ook inmiddels een transfer gemaakt naar Almere City. Ja. En hij doet het echt heel goed daarop. Wat weet je over zijn statistieken? Als ik het goed heb, 4 wedstrijden, 3 doelpunten. 0 assist, dat is een spits natuurlijk. Als ik even verder ga, heeft hij 5 basisplekken veroverd en 3 keer ingevallen. Ik weet niet of het dat de competitie of de oefenwedstrijden daarvoor is meegerekend. Aangezien wij 4 officiële wedstrijden tellen. Maar dat hij aan de doelpunten zit, is wel een goed teken. Wat ik heb gezien van de samenvattingen van de KKD, is de spits die eigenlijk gewoon effectief is in de 16. Hij moet echt gewoon bediend worden. Hij laat zijn voeten spreken, heb ik het idee. Is wat negatief in het nieuws gekomen. Maar nu merk ik ook, hij is heel erg gericht op het maken van doelpunten. Anders zich presenteren. En hopelijk smaakt het gewoon naar meer. En het is nog een jonge speler, 24 jaar als ik het goed heb. Dus als hij doelpunten blijft maken en een stap naar de Eredivisie kan maken en daar ook zijn stempel kan drukken, dan is het echt wel een spits voor in de toekomst. Misschien een pinch hitter voor Nacho. Ik weet niet als ik hem snel zie als een vaste spits, maar dat is een goede start voor hem in Almere City. Ja, de concurrentie bij Nacho is natuurlijk, we kunnen het bijna moordend noemen natuurlijk. Maar wat ik vooral heb gezien bij hem, ik heb een paar wedstrijden heb ik meegekeken van de Almere City. Ja. De hongerigheid waar hij mee speelt. Het is echt een, het lijkt of hij zijn debuut net heeft gemaakt. Alsof hij wil zich heel graag bewijzen. Ja. En hij leidt de aanvallen, hij is altijd in beweging, zijn loopacties. Het is echt, wanneer je hem zo ziet spelen, is het
zou je niet denken van dat hij negatief in het nieuws is geweest. Dan zou je gewoon denken van dit is gewoon een spits die echt wel nog een stap gaat maken. Het gaat niet bij Almere City blijven als hij zo doorgaat. Dus het is heel echt mooi om te zien. Ja, en ik Ja. heb nu tot nu toe geen interviews van hem gezien meer. Dus dat geeft misschien een insteek dat hij gewoon echt focust nu op het voetbalgedeelte. En dat laat hij in zijn voeten spreken, gewoon in doelpunten. En dat is een taal wat iedereen beaamt. Dus. Over zijn interviews gesproken, ik wilde even op inhaken. Ik heb toevallig zelf nog recentelijk contact met hem gehad. En hij geeft voorlopig heeft hij, nog geen interviews. Dus Oké, mooi. hij zal zijn redenen daarvoor wel hebben. Dus daar Ja. hebben we zelfs niet over gesproken. Maar zoals je net al eerder zei, hij laat zijn voeten graag spreken. En dat is gewoon wat je nu ziet. En je zal wel denken dat het daaraan ligt. Dat hij gewoon echt zoiets heeft van, hey, nu ga ik niet meer praten. Ik ga nu gewoon laten zien wat ik echt in mijn mars heb. En dat laat hij tot nu toe echt, echt heel goed zien. Dus, Ja, en dat is ook mooi. Kijk, dat hij geen interviews wil geven, wil niet zeggen dat het iets negatiefs is. Het is dat hij misschien ook gewoon een bepaald focus heeft van hé, nu moet het gewoon op het sportieve vlak. Ik wil gewoon spelen. Ik wil belangrijk zijn voor een team. En ja, hoe de start zijn is in het KKD is gewoon een goede. Ja, zeker, zeker. Yes, dan gaan we door naar Javan Anderson. Het Yes. is geen nationaal speler, laten we dat even voorop stellen. Het is wel iemand die een nationaal paspoort, een Surinaams paspoort heeft klaar liggen om eventueel te kunnen spelen voor Nacho. De Yes. keuze zal hij nog maken, heeft hij nog niet gemaakt. Daar hoeven we niet te veel over te discussiëren. Maar hij heeft wel een transfer gemaakt naar Oxford United. Ja, Van om. Lazio Roma, Serie A club, naar League One club, Oxford United, waar hij eigenlijk ook een mede Nacho lid tegenkomt. Ik kom even niet op zijn naam. Hij komt Is van het de niet CSKA Sofia. Jannik ja, Wildschut. Jannik Wilschut. Wildschut. Ja, hij komt dus daar samen te spelen met Wildschut. Dus je zal snel die optelsom willen maken. Maar het is misschien wel wishful thinking. Van hey, Wildschut is al een international. Misschien gaat hij een beetje op hem inpraten. Ja. Maar wij bekijken het eigenlijk anders. Wanneer je naar als half Jamaicaan. Tenminste, hij heeft Jamaicaanse invloeden in hem. Ja, Kom kom je je. in Engeland, kom je ook in een Jamaicaanse gemeenschap. Ja. En eigenlijk kan je het zo zien, Jamaicanen zijn in Engeland dat wat Surinamers hier in Nederland zijn. Ja. Dus hij kan ook daar in de verleiding misschien worden gebracht. Misschien komt hij bij zijn familie, meer in aanraking met zijn familie. Of hij familie daar heeft, weet ik zelf niet 100%, maar dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus de kans dat hij voor Jamaica misschien zal kiezen, die is nog steeds aanwezig. Ja, Hoe denk jij daarover? ja, lange zucht, lange pauze. Kijk, wat mij is opgevallen als ik als buitenstaander en als ieder consument het nieuws volgt en de interviews van de bondscoach destijds, Menzo, had hij tot eind mei de tijd om een bepaald keuze te maken. Uiteindelijk is dat op een of andere manier doodgebloed. Ik kan me niet herinneren dat een journalist van welk mediabedrijf daarop is teruggekomen van hoe zit het nou met zijn keuze. Dus het is een beetje in het midden gaan liggen. Dat gezegd hebbende, ja, in Engeland kan je in aanraking komen met meer als die familieleden daar heeft, dat zijn keuze voor Jamaica misschien wat solide is. Maar in de alle Engelse competities van de Premier League tot aan League One, om het zo even van die spectrum te bekijken, zijn er meerdere Jamaicaanse spelers die voor een ticket in Jamaica, voor Jamaica willen uitkomen. En Dus die dat. vijver waaruit ze kunnen vissen, dat is wel een hele grote vijver. Het is een hele grote vijver. En ik denk wel van je moet kijken als je binnen een bepaald ratio kijkt van oké, je speelt in Engeland, je kan jezelf in de kijker spelen, maar dat is dan ook een sportdoel wat je voor jezelf moet hebben. Natuurlijk met een doel om voor een nationaal elftal uit te komen, wat het dan ook mag zijn. Maar het is wel zo van binnen een bepaald land en gemeenschap ben je misschien een van de dozijn waar je voor een andere nationaal ploeg een van de weinigen bent. Natuurlijk speelt familie een rol. Dus natuurlijk speelt vaderliefde voor welk land dan ook een rol. Maar als je het kijkt vanuit een beetje een zakelijke kant, ja, in Engeland kan je in aanraking komen met gemeenschappen die hun liefde voor een land kunnen uitspreken. Maar
Er zijn ook meerdere voetballers. En je zou echt moeten vechten om een plek überhaupt te kunnen veroveren. Ieder voetballer kan in de voorselectie komen. Maar in de definitieve selectie komen is al één. En in de basis komen van dat definitieve selectie is al een twee. Ja. Dus ja, hoe schat hij zijn kansen? Ja, dus het zal wel degelijk invloed kunnen hebben op de keuze voor Suriname, zijn transfer. Ja. We wachten het gewoon af en we wensen hem in ieder geval veel succes bij Oxford United. Sowieso, Ik wil sowieso. verder nog wel iets daarover aangeven, want het is ook wel opvallend dat je van een Serie A-club naar een League One-club gaat. Ja. Dat kan vele oorzaken hebben. Kijk, ik ben best wel actief op social media. Je ziet meerdere reacties en meerdere verwachtingen van mensen. Je ziet ook geluiden van ja, hij heeft voor het geld gekozen. Of ja, kijk, geld is natuurlijk ook iets wat meeweegt in een keuze. Je bent een beroepsvoetballer, je bent een Ja. prof. Dus of het nou voor aan het geld zou liggen, dat maakt niet uit. Het maakt echt niet uit. Hij heeft in ieder geval gekozen voor die club. En het kan inderdaad te maken hebben met Jamaica, met Suriname, we weten het nog niet. We wachten het gewoon even af en we houden zijn ontwikkeling in de gaten. En Ja, verder zo. wil ik doorschakelen naar de voorselectie van Ja. Suriname. De voorselectie is inmiddels bekend. Definitieve selectie, dat volgt nog. In ieder geval, het kent met 17 lokale spelers. Is vrij veel. Ja. En 23 profs kennen wij. Ja. Wat verder ook nog opvalt, is Mitchell Tevreden. Dat die Ja. ook daarin staat. Hij heeft ook een transfer gemaakt naar een andere club. In de Verenigde Arabische Emiraten. Apai is er ook weer bij. Ja. En Comphalius. Ja, onze goochelaar is er weer bij. Ja. Ja, het is hocus pocus en hij is weg. Ja. Ja, dat is. Dat vind ik, dat stemt me wel goed, dat hij weer erbij is. Ook dat je een club achter zijn naam ziet, stemt me gewoon goed. Dat is wel, het is een lokale speler, zeg maar tussen haakjes, als ik het goed begrijp, toch? Want Hij hij is speelt nu wel op een. Nee, maar hij speelt nu wel op een professioneel niveau. niveau. En ik denk dat altijd, ik denk dat hij, als hij het ook zo doortrekt, een goed voorbeeld is hoe een stap van een lokale speler moet zijn. Om zichzelf te gaan professionaliseren en een niveau aan te kunnen, wat juist het notje moet uitstralen. Dus dat stemt me goed. En wat me wel opviel, was dat de middenveld heel dunnetjes eruit zag. Die was Voor een heel mager. voorselectie. Ja, inderdaad, inderdaad. Over de middenvelders gesproken. Er is ook een middenvelder uit de U20 doorgeschoven. Ja. Dimitrio Andro. Ja. Het speelde als nummer 10 op de CONCACAF kampioenschappen. Was nadrukkelijk aanwezig. Die dook, wist, had gewoon gevoel voor ruimte. Dat viel mij het meest op bij hem. Het afmaken van de. Ja, nul doelpunten zijn er natuurlijk gescoord. Niks is gescoord. Hij kwam heel vaak in scoringspositie. Dat viel mij wel op. Dus het is wel iemand die zeker het talent heeft. Maar hij is niet op een professioneel niveau actief. Hij speelt namelijk bij SV Transvaal. Ik weet zelf persoonlijk niet wat de reden is waarom hij de voorkeur heeft gekregen boven andere U20-spelers die wel op een U20-niveau spelen. En dan wil ik een Ja. paar opnoemen. Bijvoorbeeld Didi Narendorp, die bij FC Utrecht als linksback speelt, maar wel bij de U18. Ja. Professioneel. Gaan we door naar Eya Dakriet. Dakriet speelt bij PEC Zwolle, de U21 speelt hij voor. Ja. Jaden van Haas, een naam die al wat vaker voorbij is gekomen. ADO Den Haag, U21. En Jayen Gerald speelt bij AZ, U18. Dat is een andere goochelaar die we al vaak hebben vergeleken met Confalius. Maar dat zijn allemaal jongens die op een professioneel niveau trainen, spelen, leven. Ze kennen de aspecten. Is het niet ontwikkeling technisch gezien beter om die jongens eerder te selecteren in plaats van een lokale U20 speler? Ja, dat is nog echt. Ja, dat is gissen als de buitenstaanders die we zijn omtrent deze situatie. Dakri had ik zeker eerder verwacht dan een andere, omdat tijdens het toernooi is hij mij op de rechtsback vooral opgevallen. Heel degelijk, verloor niet snel de bal, deed niet domme dingen.
Heel stabiel. Heel stabiel. En gaf ook aan in een interview, ik weet niet welk medium het was, dat hij op verschillende posities terecht kon. Hij komt ook uit de Ajax-jeugd. Dus hij is, Ja. ja, dus dat is ook een voordeel. Ja, en ik denk ook gewoon dat je juist nu. Oké, ze hebben een voorbeeld gegeven dan met Andro. Hopelijk na Andro volgen er meer. En dat wel een dakriet. En vooral Gerald. Ik weet niet hoe oud Gerald. Gerald is nog vrij jong. Maar zodra hij de leeftijd van 18, 19 aantikt, dat hij zeker erbij is. En ook dat ontwikkelingssterk doorzet. Zie ik het zeker bij Nacho. En het hoeft niet. Zozeer voor een basis. Ik denk gewoon voor de training, juist onder professionele gasten in gesprek gaan. Ook kijken in de seniorenkeuken, hoe ik het altijd zeg. Weet je, dat die jongens ook daardoor ook hun sportfocus meer zetten van oké, ga ik gewoon voor een KKD-club, dat ik echt ook maar in de basis vecht. Weet je, of zelfs een eredivisieclub. Ik denk jongens van de U20 bij betrekken is denk ik wel een belangrijk goed. Toch van dat Zeker. 17 lokale spelers is wat veel. Ja, ik kan er politiek correct over zeggen. Hoe we zijn. Er zullen vast heel wat jongens nog afvallen. Dat is zo. Natuurlijk is dat in de verwachting, want het is een voorselectie. De definitieve selectie, ja, dat is nog even afwachten. Maar er zullen heel wat jongens natuurlijk afvallen. Tuurlijk, maar ik denk wel van. Wat wel op mijn netvlies staat, was de oefenwedstrijd tegen Frans-Guyana. Waar. De lokale spelers van het Nacho destijds dan echt niks voor het zeggen hadden. Ik ben de uitslag even kwijt hoeveel het stond. Maar gezien mijn gevoel tijdens de wedstrijd had ik zoiets van ja. Bij de eerste helft was ik al een beetje klaar. En dat zeg ik nog netjes. Ja. Ik heb niks tegen de lokale spelers. Maar er moet wel voortgang gezet worden achter de woorden van SVB toen ze zeiden. Bij de ontslag van Dien Goré, we gaan focussen op een professionele league. En dat, hoe lang geleden was het dat Dien Goré ontslagen was? Ja, inderdaad, het is Dat is anderhalf jaar, 2 jaar. klein anderhalf jaartje. Ja. 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 We hebben nog geen enkel contour van dat gezien. Of een PowerPoint-presentatie. Had ik wel fijn Inderdaad. gevonden. Maar dat geeft wel weg als dat nog niet in kannen en kruiken zit. Hoe wil je lokale spelers bij Nacho laten passen? We moeten niet de San Marino van het CONCACAF worden. Nee, absoluut niet. En ja, eigenlijk deze voorselectie is voor twee oefenduels in Ja. september. Het eerste duel is bekend tegen Nicaragua. Het Ja. tweede duel, de tegenstander, ja, er gaan geruchten over een Afrikaanse tegenstander. Het is nog niet bekend, daar wachten we ook nog op. Maar wat opvallend is, er is wel gekozen om te gaan oefenen op Nederlands grondgebied. In ieder geval in Europa. Dat brengt heel veel voordelen met zich mee, waaronder de reistijd voor de spelers die in Europa actief zijn. Dat het dus niet ja, zo belastend kan zijn, zoals reizen naar Zuid-Amerika of elders. Dus de vraag is nu. Zal het niet een voordeel kunnen zijn om hier een structuur van te maken? Vaker een trainingskamp opzetten in Nederland of elders in Europa. Hoe kijk jij daar tegenaan, Clyde? Sowieso qua de financiële aspect zal SVB denk ik het meer toejuichen omdat hun portemonnee dikker blijft. Want een reisbetaal, ik weet niet of spelers zelf een reis betalen, maar ik denk dat SVB denk ik betaalt. Maar we gaan ervan uit als SVB betaalt, kom je er veel goedkoper uit met lokale spelers naar Suriname te laten reizen dan alle spelers die in een ander land spelen om via Nederland naar Suriname te reizen. Inderdaad. Dat scheelt enorm qua time management. Ja, in principe kan iemand uit Duitsland gewoon met de auto rijden naar Almere. Niet dat het handig is, maar het scheelt gewoon enorm. Ik denk wat ook een goed vruchtbaar initiatief zou zijn, is dat je ook potentiële Surinaamse voetballers kan betrekken om misschien voor Nacho te kiezen. Want ja, je moet ook kijken, Almere City Stadion, er zit een tribune, er zitten niet alleen mensen van Surinaamse afkomst daar die een dagelijkse baan hebben, maar er zitten ook profvoetballers die gaan kijken, hey, Nacho speelt, het is in Nederland, ik heb tijd, ik wil kijken.
En ik denk dat dat ook mooi is, dat er in de skyboxen dan misschien praatjes worden gehouden met spelers, jonge spelers, die misschien zeggen: hé, dit is een mooie beleving, is dit structureel? Ja, misschien kies ik wel voor het nacho. We moeten de pers ook niet vergeten. Voor de pers is het ook interessanter om Ja. dan de wedstrijd te gaan bekijken. Ja. Verslag te doen. Ja, en ook misschien ook jonge verslaggevers of mensen die YouTube-influencers zijn, om ook misschien verslag te doen over het nacho. Want ik denk dat het wel belangrijk is om nu ook een goed spectrum te krijgen van waar willen we naartoe met nacho. Weet je, de diaspora sportbeleid is in gang gezet, maar dat is nu al jaren het geval. Waar willen we naartoe? Want we horen steeds WK-deelname. Feit is wel dat we voor een Gold Cup moeten kwalificeren voor de tweede keer. Dus het is wel van belang om echt dat kwaliteitsimpuls van spelers te moeten blijven houden. Want Menzo heeft het wel aangegeven in een interview voor een wedstrijd. De spelers die we nu hebben worden wat ouder. En ik denk juist structurele oefening in het land in Nederland kan misschien een goed campagne zijn, marketingtechnisch gewijs, om misschien jonge spelers, misschien komt een Gerald wel op het podium even kijken hoe het is. En dat ze juist dan meer de motivatie hebben om echt een sportpad te zetten van hé, ik wil me echt opnieuw pushen om bij een goede club te komen of meer in de basis te komen, om juist Juist. bij Nacho te komen. Dus ik denk dat dit zeker van belang is. En je kan ook een goede sportieve agreement hebben met Nederland zelf om structureel je oefeninterlands in Nederland te spelen. Weet je, je weet, ja, natuurlijk is het is een politieke kwestie, maar als wij gewoon vaker in Nederland oefenwedstrijden spelen, we vullen de stoelen, wie weet wat er allemaal nog uit kan komen. Ja, laten we hopen dat we in ieder geval die kant, dat we kunnen zorgen dat de stadions in ieder geval gevuld zijn en dat het vaker dat er een structuur in wordt gezet met het oefenen hier in Nederland. De voordelen hebben we net allemaal al benoemd, dus we houden het gewoon in de gaten. We moeten eigenlijk wel een beetje gaan afronden. Heb jij verder nog een aanvulling, iets wat echt nog een opvallend detail dat we moeten bespreken? Ja, de ontslag van Menzo. Ik weet niet of we dat in een eerdere uitzending al hebben besproken, maar ik ben benieuwd naar de nieuwe bondscoach. Ik ben ook benieuwd hoe Gedeke zich gaat presenteren tijdens deze twee oefenwedstrijden. Gewoon voetbaltechnisch gezien ben ik wel benieuwd. Hij komt in de interviews over als een gentleman, wat ik heb waargenomen. En ja, geen nieuwe spelers. Dat vond ik jammer. Nee, inderdaad. Opvallend wel is dat Becker er weer bij is. Hij is er eigenlijk altijd wel bij geweest, zijn naam. Maar in fysieke vorm, vanwege blessures, ja, hij heeft heel wat pech gekend, onder andere. Ja. Hij doet het heel goed nu in Duitsland. Hij heeft gisteren ook gescoord tegen Bayern München. Ja. Doet het heel goed. Dus ja, ik vraag me toch wel af aan wie hij gekoppeld gaat worden. Want hij gaat wel in de basis starten, dat is mijn verwachting. En ik vraag me af hoe het tactisch zal worden ingevuld verder. Welke tactiek gaat Gedeken hanteren? Ja, welke namen? Ja, gezien de voorselectie zaten heel veel verdedigers en heel veel aanvallers. Als je denk ik met een verdedigende opstelling zit, dan kun je eigenlijk de aantallen aanvallers wat er in de voorselectie of definitieve selectie gaat komen. Dus ik ga er vanuit van een 4-3-3 opstelling. Maar ja, we zullen het zien. Ik ben benieuwd naar de definitieve selectie en ik ben ook benieuwd naar de tweede tegenstander. Ik vind het persoonlijk zelf heel kort dag. Van 26 september kan zo voor de deur zijn. Maar ja, ik wacht het al. We moeten niet vergeten dat Kenneth Paal trouwens ook terug is. Ja. Dus dat is ook wel eentje om zeker in de gaten te houden. Verder, ja, we moeten helaas afronden, Clyde. Ja. Het was echt prettig om hier dit in behandeling te nemen. De voorselectie is inmiddels dus bekend. De definitieve selectie, ja, die volgt nog. Voor updates, hou de website in de gaten. Nachoblogs.com. En abonneer, vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Op YouTube hadden wij zeker ook updates, komen daar ook tevoorschijn. Dus vergeet niet te abonneren, volg ons, al onze social media pagina's.
Facebook. En Clyde, bedankt voor je aanvullingen. En tot de volgende keer.